Hallo allemaal, wij zijn weer te gast in het Dijkhuis met meneer Den Elsen, de heer Grobben en mevrouw Nijhuis. En we gaan praten over het spelen in vroeger tijd. Spelletjes van vroeger, wat kunt u zich nog herinneren waar u mee speelde? Knikkers, hoepels, touwtjespring. Ja. En kocht je dan het springtouw? Of hoe ja, de moeder moet het met de moeders verzorgen. Moeders mochten, ja. Ja, sinds dat de ons op plezoen een soort hutboom van sneeuw. En dan gingen die mensen die op de fiets waren en zo, dan gingen met sneeuwbal gewoon. Maar ja, dan moest er al sneeuw liggen, hè? Ja, wat, ja. Want toen had je al sneeuw, ja. Winter. Ja, totaal andere winters als ja. Ja, dat kun je je eigenlijk niet voorstellen. Nee. Ik weet dat ik... dan was het echt koud. Ja. Zwinters. Dan ga je ook echt... dat bij ons... Het vroor. Dan was maar het vroor hard. Ja. En dan ga je de dikke bloem ook boven. Ja. Op de slaapkamer. Ja. Dat was giffen warm. Nee, boven niet. Nee. Hè, dus dat ze verrijs in bed gaan. Ja. Maar het spelen. Waar speelde u mee vroeger? Ja... hoepelen, met een oude vel van de fiets. Van de fiets, oude vel. Of met een touwtje, ja. Of met een driftal. Of een oude band van nou door. Maak je de hoepel niet op met. Ja. En daar achteraan lopen. Nee, ja. En dan ging je, dan sprong je erop. En dan, aan de andere kant sprong je er wel weer op. En dat ding dat rond natuurlijk, want dat was de bedoeling. Ja, tuurlijk. Ja. En bokspringen kan ik me ook nog herinneren. Hoe deed dat? He? Hoe deed je dat? Nou ja, dan gingen ze zo en dan moet je er nog eens springen. Gewoon zo. Iedere keer, ja. Ziek aan zijn bed en boek. En dan moest hij overeind springen. En dan moest hij er overeind springen. En dan moest hij weer gaan staan. Ja. Dan moest de volgende. Ja, de volgende erover. Ja. Ja. Ja, goed. Er waren zoveel van die spelletjes. En met een tol, ik kan me nog herinneren, dan moest je die tol aan de bovenkant kleuren. Dat die allemaal leuke kleurtjes had. En dan ging je ermee. Ja, dat hoefde je niet. Maar dat deed je dan. En dan had je dus... De straattegels, die gewone stoeptegels, als je daar stoeptegels hebt, maar dan is dat meestal hier van een gaatje. Yeah. En dan doen we net zo lang dat een klein gaatje was, doorheen een tolletje neemt. Yeah. En dan draai je met dat touwtje eromheen. Yeah. En dan, hups. Maar dat staat dan zo'n zweepje, hè? Ja. Ja. En dan begon die ton natuurlijk te draaien. Precies. Nou, moet je dat heel lang bleef draaien. Ja. En dat was de bedoeling. Ja, natuurlijk. Yeah. Ja. Nou, je hebt er al twee soorten ton. Ja. Van die lange spundige. Ja. En die kegelvormen. En je had die dikke, hè? Ja. Ja. Nou, ik weet dat ik dat toen het deed heel goed zo kon. Ja. Met die tol. Om aan draaien te krijgen. Ja, zo en dan draaien dat ding. Ja, ja, ja. En dan moest je gewoon met die zweep erachteraan. Met mijn vingers nog niet. En dan. En dat vond je ook altijd wel leuk. Rutjes tikken. Hij dan een van een bierfles, hij dan rubber. Ja. Ja. En dan doe je een speaker of hoe het heet. Nee, en dan doe je aan de rug en dan. En dan maken we ervoor kom. Ja. Dat is een inderdaad dan. Oh, dat was een beetje qua jongenstreek. Oh. Maar dat was net als met billetje trillen. Ja, ja maar of ook. Niet. Op via billen proberen te gelijk te. Ja, niet te gelijk, maar. Dan waren wij met een paar. Yeah. En allemaal op die billen. Dan maken naar je weg kwam. Ja. En dan waren heel veel mensen. Ja, dan allemaal gorten gelijk te doen. Ja. Dat waren nou van die dingen. Dat waren qua jongenstreek. Speldingen van vroeger. Hè. Ja. En toen kon je ook naar spul. Die rotjongs zijn op de straat en daar. Die speelde veel op straat. Ja, maar daar gaan we wel. Oh, maar nu vandaag, daar kunnen kinderen helemaal niet. Mijn speeltuin of dat. Ja, vroeger speelde je veel op straat. Je was ook altijd buiten, hè? Ja, altijd. Altijd. Ja. Ja, maar je geen auto's. Nee. Ja. Wat was het favoriete speelgoed thuis? Wij hadden thuis speelgoed. Ja, een dambord of zo. Dambord. Heb jij nog een schoen? Of mensen erger niet. Had ik aan mijn moeder ook. En ja. Dan die dat was echt een strijd. Ja. Beetje wedstrijd. Er was ook wel iets veel in die dingen.
We gingen op tafel, de shoebak, alles tientjes erop. En die was die aan de buurt. Die aan, maar ja, we waren met een groot gezin, dus die waren niet zo vaak aan de buurt. Nee. En dan ging het erom wie de meeste punten haalde. Ja. En dan werden we door mijn moeder oppoetst. Ja. Ja, het was hout, hè? Ja. Ja. En knikkeren had u het net over. Hoe ging dat knikkeren? Nou, wie het meest... Kleine knikkers. En glazen knikkers. En basjes. En glazen knikkers, maar... En kogelhaaien. Wat noemt ze dat? Oh, die loon. Die loon. Knippers. Ja, smakkers, ja. Hoe noemt ze dat ook? Wanneer heb ik nog gedaan? Nee, oh ja. Ja. Heel wat. Nee, vroeger met die kleine knikkertjes. Verschillende kleuren, hè? Ja. En deed dat in een kuiltje knikkeren? Ja, of, ja goed. De meeste knikkers erin gooien. Ja, die hadden de meeste knikkers. Je kreeg de meeste knikkers. Ja. En dan moest je gewoon in het zand graven, zo'n kuiltje. Ja. Maar nou zien ze wel eens in het plein. Met een touwtje gewoon zo'n hele kring maken en door de knikkers in. Oh ja. Proberen met die dikkere bikkel dat er zo uit te gooien. Oh, en alles wat boeten dat kringetje kwijt, dat mocht je dan ook. Oh ja. Dat was ook een spel. Ja, dat was ook een spel. Ja, maar ik. En dan later toen een beetje meer geld en dan kocht je Basten. Ja. Die glasknikkers. Oh, die glas, ja. Ja. Oh, ja. Schilderen. Basten heette die? Basten. Ja, dat woord ken ik niet goed. Ja. Basten noemen ze die. Ja. Die grote knikkers. Ja, ik ken wel bikkels, die ken ik wel. Maar maar dan noemen we ook bikkels. Hè? Ja, precies. Die grote. Ja. En die kleine waren dus... Knikkers. Ja, en dan heet dus die kleiknikkers. Dat waren dus echt knikkers. Dus ja, waren die originele knikkers. Die koeien beuren niet van. Ja, ik was wat dat betreft, en natuurlijk niet. Ik met Zingertiet was dat altijd in pozen. Dat knikkertiet was. Ja. Hij bepaalde tijden in jaren. Ja. En ik was wel een beetje handig in, denk ik. En dus ik die altijd echt knikken en dan centen, hè. Een paar cent versussen. Want wat ging er mee dat om? Dan had ik wat geld voor de kermis. Want de kermis die was altijd met paas. Ja, tuurlijk. Op Volkspark. Ja, in Enschede, al de kermis met paas. Ja. En ik ken ook nog wel zoiets als lijntjepik. Dat deed met zo'n mesje. Oh ja. Hoe ging dat? Zo. Lijntjepik. Met een schilmesje. Dat deed je dus ook met een grote kring. En dan... Met dat mesje erin en dan kon je van hieruit moest je door, hè? En dan nog een keer en dan ging je zo, allerlei dingen. Ja, en dan weet ik niet meer precies wat dan het eind doen wie het meeste had natuurlijk, de meeste stukken stukken had, die had dan won. Ja. En gingen ze vroeger ook wel eens iets lenen met de spelen of moesten jullie alles zelf maken of zelf bedenken? Nee, je kunt het niet maken. Nee. We kunnen wat maken, kapot maken. Ja, kapot maken. En hinkelen dan? Hinkelen, dat deel wel. Was verschillende. En stelten lopen. Ja. Stelten lopen. Ja, hoog stel. Ja. Ja. En hinkelen had je dus echt zo'n hele rechte dingetjes. En dat was dus inderdaad echt zo. Je op één been. Dus dat, maar dan hing hem niet zo en dan moest je er zo als en dan hup en dan ging hij weer terug. Ja. Maar dan heb je op één been uiteraard. Maar en dan met een doosje of niet? Met een doosje. Ja, met een doosje en dan moest je, we begonnen bij één en dan twee, drie en dan ga je een vier en vijf geloof ik. Dan weer één en dan weer twee. Ja. En dan draai je hem en dan ging je dat hele rondje weer terug. Ja. Vroeger was je met alle dingen waar je tevreden in. Zo je meekeven in duske, nu is weer duske. Ja. Daar heb ik al heel zielig voor. Ja. Ja, dan leurt ze dat vling aan toe. Ja. 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 Nee, draadje. Ja. Ja. En met elastieken ook spelen? Ja, dan kun je zo verschillende figuren maken. Ja, hoe heet dat ook? Ja, door de ene hand, hè? Ja, ja. Figuur. Ja. Nee, tussen de vingers verschillend. Oh, ook. Maar dat was dan zo. Zo en dan zo. Ja, je moet zo'n dingen hebben eigenlijk. Ja. En dan de dubbele en hij dan zo erin en die trok hem eraf. Dat was weg. Ja. Dat
Ja, jij net ook nog, hè? Ja, precies. Maar niet meer op de hand. Ja. Maar hadden jullie thuis ook speelgoed waar je mee speelde? Thuis? Ja. Ik niet. Ja, een trein, Jaak. Een trein? Een trein. Zo. Ja, maar... De paar wagons gaan verder. Moest je die locomotief opdraaien? Ja, nou, dat was later voor uw kinderen. Ja, dat ook, toen die klein waren was dat er niet. Toen die klein waren was er geen geld voor. Ja, mijn vader had geld. Ik niet. Oh, dat is niet. Die hoor je die valgeld van hem? Nee. Maar die had wel zo'n trein voor je gekocht. En dan moest je opdraaien. Ja. En dan liep hij tegen. Ja, moest je. Die kunnen ook al meer rails aan. Ja. Maar daar niet. Wie een omwonen. Net is het toch al zo goed. Ja. En daar kon je mee spelen. Ja. Ja. En dat was het enige wat u had, of had u nog meer speelgoed? Ja, misschien meer met knikken. Ja, ja, ja. Maar verder niet. Had u ook speelgoed thuis? In principe niet. Ik had een pop. Ja. En het was een hoe dat nog, van stof. Helemaal een pop. Ja. Alleen die kop. Die kop die was van... Porselein. Porselein. Oh, ja. En, nou ja... Die waren gewoon kapot, hè? Nou, niet dat... Ja, nou, ik was er veel te zuinig mee. Ja, tuurlijk. Weet, ja. Had daar geen stro in? In die poppen? Nee. Nee, dat die porseleinen koppen, dat was dan Bert een soort. Ja. Ja, en, duurde ja, nou, en ik had een zus die goed kon naaien, dus die had er poppenkleertjes voor gemaakt. Ja, 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 ja. Dus ik was bezig met aantrekken en uittrekken. Ja, ja, precies. Van dat spul. Ja, 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 ja. En wij met de familie konden nog, dus met de moeder en dat. Mensen erg je niet. Oh, ja. Dat spelletje. Wij samen deden. Ja. Kent u dat ook? Ja, of ganzenbord. Ja, mensen erg je niet. Zeker, ja. Ja. En ganzenbord. En ganzenbord. Ja, je ook. Ja. Dat werd ook wel gedaan. Jawel, jawel. Ja, die zijn al heel oud, hè, die spelen. Ja. 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 Deed u dat ook? Ja hoor. Ja. En had u ook speelgoed thuis? Nee, ja, nee, net wat ze zeggen. Niks, geen bijzonders. Nee. Zo'n kaartspelletje waar je dat kon doen met een paar. Ja, ja, precies. Van de maar niet echt speelgoed wat van u zelf was? Nee, je had nog niks. Nee. Nee, dus ook toen niet... Toen we klein waren, dat was net door de oorlog, hè? Ja, dat is ook wat zo. Wat was er dan? Ja, dat is ook zo. Dus dat was vaak buiten spelen. Ja. Ja. Was er ook een speeltuin of zo in de buurt? Jongens in de buurt was een bestond heel weinig toen nog. Ja, bij ons in de buurt was echt een speeltuin. Ja? Ik zat ontzettend veel op die speeltuin. Ja. Ik vond het prachtig op die schommels. En ja. Heel hoog op die schommels en naar de rots springen. Ja, 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 ja. En naar wie het veste kwam. Ja. En een wipwap natuurlijk. In de winter had je een slee. Ja. En wie had een bokser. En mijn vader, daar was hij hoefsmeed, dus dan wist hij hoe het spul al bij elkaar. Dan moest hij de hond aan de bun en dan nam ze met de riem en zat ik in de slee. Ja. Was het mooi. Ja, ja, ja. Ja, een slee kan ik me ook nog heel goed herinneren. Ja. En schaatsen. Ja, schaatsen deel. Ja, deed ik ook wel. Ja. Maar en echt van die houtjes, die houten die schaatsen. Die heb ik ook nog, hè. Ja. Ja. Maar ja, bij ons in Hoeshans, ik denk dat ik op een gegeven moment twee linksen dan heb bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Hè? Maar omdat een ander kapot was of ja, zo precies. Iets. Maar ik bedoel, de gekste dingen, ja. Ja, omdat er ook niks was. Nee. En dan ben je blind met dingen die ja. Niet helemaal klopt. Ja. Maar zo'n houtje was alleen als een man bodem en dan met touw moest je dat of om je schoen heen maken. Ja. En dan hier knoop net als een 40 ja, van een schoen. Ja. En zat dat wel goed stevig dan, of zat dat ook wel eens helemaal los? Ja, dat kon natuurlijk heel gauw los zitten. Ja. Gewoon omdat je ook geen goede speel had. Nee, precies. Nee. Dat doe je met elkaar, met meer kinderen, verstoppen je. Verstoppen je? Ja. 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 Net zo voor hij bij je zin, als ze maar goed vinden. Maar ja. Ja. Echt, dan zagen ze hoe je ziet. En dan ben je aan de beurt. Ja. Ja. Maar dat deed vaak met een heel stel kinderen. Verstoord, ja, een stuk of vijf. Ja. Bij ons, die in de buurt waar wij dan met omging. Ja, precies. Nou, dat was bij ons heel erg mooi, want hij gemeenteteuntjes. Ja. En die gemeenteteuntjes met al die stukjes erin.
Oh ja. He, met al die struppen erin. Dat vond ik het mooiste. Ja, dat kon je verstappen. Dat kon je mooi verstappen. Ja. Je moet niet vragen hoe smerig ga je erin spelen. Oh, dat ben je niet. Dat verstoppen je spel. Dat heeft nog een herinnering aan. Ik was in zo'n klein parkje, zo groot was ik. En ik moest me verstappen. Ja. En ik keek hem. Nee, jullie mag niet kijken voor geen gang. En met komt een melkboer met een bakfiets. Een hoek van zo, hij heeft mijn lip kapot gereden. Weet je nog wel. En dat was zondagsmiddags, dat weet ik nog wel. En zondags moest weer aangenomen worden. Och jee. Maar ik ben een groot blij. Je met een lip kapot. Maar dat is toch ook wat, dat niet daar. Ja. Ja, zo dat was de herinnering aan het verstoppertjespel. Ja, precies. Ja. Waren er ook wel spelletjes waar je niet aan mee mocht doen? Hoe bedoel je dat dan? Nou, dat was grotere jongens of grotere meiden waar die zeiden van nee, je mag niet meedoen. Oh, je bent een klein, dat mocht niet meer, je mocht niet vrouwen. Nee, ik bedoel, dat was een klein. Ik bedoel, en als wie groter waren, ja, dan konden die kleintjes, die mochten dan daar weer niet meedoen. Ja, precies. Ja, die grotere kinderen zien ze, we gaan doktertje spelen. Ja, ja. En dat was, maar was ik klein en dan moest ik... Daar had ik aan op. Ja. Doktertje spelen. Doktertje, ja. En dan waren vieze spelletjes. Ja. Gewoon vieze spelletjes doen. En dat zat er toen al niet. Mijn naam. Ja. Dat weet ik niet, hoe dat zo enthousiast. Dat zat er toen al in. Ja, toen. Huh? Ja. Maar had je ook een echt vriendje of vriendinnetje waar je mee speelde? Ik had echt een vriendje, Jos Reetsma, dat was echt een vriendje. Ja. Met z'n tweeën, die... Jullie speelden er altijd door de speeltuin of overal, altijd met z'n tweeën. Ja. Maar ik weet waar die is het verhuisd, ik weet helemaal niet waarheen. Ja, ik denk naar het Boetenland, dat ze Rodette heeft nog wel geprobeerd of we die op kon sporen. Maar Boeten in Nederland was die dus niet meer. Dus die zit ergens wel in het Boetenland of wat dan ook. Ja. Dan denk ik, god. Maar dat was de grote vriend. Dat was het grote vriend van mij. Ja, leuk. Dat mocht uiteindelijk niet, want die was gereformeerd. Oh, god. En ik was een katholiek meisje. Ja. En toen zeiden ze, eigenlijk, wanneer was die moeder van was bij mijn moeder was, dat absoluut niet kon wonen. Nee. Nou, wie dacht door helemaal niet eens aan? Toen. Zo klein waren. Nee. En dat soort dingen. Dus het kwam een keer doen. Ze zegt mijn moeder, wat is dat met Jos Reetsema? Met Jos Reetsema? Niks. Dat is een vriendje van mij. Die woont drie uur verderop. Ja, precies. Ja. Hè? Ja. Maar dat spant. Ik was altijd met. Dat klopt. Ja. Ja. Maar dan ging ik op de fiets naar het zwembad. Nu dan gewoon weer zwemmen. Ja. Klaar. Ja. Dat deed ik ook heel veel. In de buurt. Ja. Had je ook een goede vriend vroeger? Hele. Wat een goede vriendin. Wel. Ja. Ja. Maar we hadden al vrienden bij u de buurt. Maar ook jongens die er bij u op de lagere school in de klas zaten. Ja, ja, maar ja. Maar een groen. Ja. En wat ging je daarmee doen? Voetballen? Ja, voetballen, nou, van alles. Ja. Verstop ik, ja, deur. Ja. En ballen? Alles. Je hebt ook over voetballen. Ja. Ballen waren er toch ook binnen? Nee. Een fatsoenlijke voetbal was er in feite niet. Nee. Maar waar voetbalde je dan mee? Met voetbal. Ja, ja, maar die was ook wel gewoon lek. Ja. Nee, dat had nu dit maar niet lek. Nee. Mijn vader was voetballer. Ja. Nou, en dan, hij... Ik weet niet hoe ze het noemen, maar hij leerde een bal. Oh ja. Er waren zo vaak geboekt en dan kwam er weer nieuw. Ja. Die dingen moesten oppompen of zo. Ja. Maar dat was afgekeurd en dan kreeg je nieuw en dan nam je een heuse met. Ja. En zodoende kwam je in het voetbal. Ja. Ja. En u ook? Nee, ik heb weinig voetbal. Ja. Toen ik op school zat wel in de middag. Ja. Een deel wilde die wel voetballen. In Hengelo in de Tuindorpstraat, dat kan ik me nog herinneren. Ja. Dat was nooit de oorlog genoemd zelf. Ook gewoon op straat voetballen. Toen de oorlog afgelopen was. Gewoon op straat voetballen. Ja, gewoon op een zandplein. Ja. En toen was er, waren het water, de kanaal aan het zuidlopen.
toen zonken die schepen er allemaal, die lagen allemaal in het kanaal. En wie er heen? En heel van die lezen met van die grote bondstukken er bovenop, hou metgenomen. En die haak aan daar naar school, die ja. lezen. Ja, kon ze niet op voor de put komen. Nee. En geen last van? Hij had nergens last van. Nee. En als je een goor wilde maken, hoe deed je dat dan? Ja, een paar steen, denk ik. Steen of een asbak bij je kant. En dat werk. Ja. Kleren. En bij voetbal. Ja. Een bult hier en een bult door. Ja, precies. Ja. De jas, schooljas. Ja. 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 En je moest nou overal natuurlijk wat zunig met. Ja, daarom. Het wat, de, je kreeg niet zomaar weer een jas. Nee, precies. Dat, dat, ja, maar zunig, weet je, dat is iets. Bij ons, ik heb dat, mijn moeder, dat kon. Hoe je dat? Breien. Ja. En dan gaan we, wat jullie eigen panties aan, ja. die gaan we ook. Maar dan ging we naar school. En dan van de school weer kwam, dan kreeg we om de knieën een leren ding. Dat had mijn moeder door. Hij vulde die kous niet gebord. Ja. Ja. Zo was dat. Ja, precies. Ja. Moest je dan niet de oude kleren aan doen uit school? Ja, wie dat? Nee. Bij ons dan? Ja. Oude kleren aan, dan, en dan kon je spelen. Woensdagmiddag. Ja. Kleren trekken, oude kleren aan. En dan kon je gewoon een spul bij doen. Ja. Ja, maar de woensdagmiddag was altijd een vrije middag, hè? Ja. Dat tegenwoordig is dat allemaal veranderd. Maar toen had je dat nog echt een vrije middag. Ja. En was je ook wel bij een leuk clubje of zo, waar je kon spelen? Zoals ze nou ook zijn bij de gymclub of bij een korfbalclub. Was dat er toen ook wel? Ja, was dat toen wel, maar dat was alleen voor bij de gymnastiek. Ja. Dan werd ik dan noer aan Bibia, dan word ik een beetje slanker. Ja, dat is maar het. Maar bij gymnastiek, dat doe ik het. Dat verenigingsleef, dat leefde toen nog niet zo. Niet zo? Nee. Ja, de gymnastiek voor Olympiados was natuurlijk al heel oud. Olympiados was vooral in Enschede. Dus, ja, precies. En was u daar ook bij? Nou, ik mocht er dus ook bij. En ja. Waarom? Ons Lies die was bij gymnastiek en die kon ook goed gymnastiek. Die zat ook in een keurgroep en ons Ricky ook. Maar ik mocht er dus bij en dat was gratis, want ik was nummer 3. Oh ja, kijk. Dus dat kost nog niet wat. Nee, precies. En was u ook bij een of andere vereniging? Nee. Ja, mijn vader, ja, ik weet nog best in de zomerdag, mijn vader had een ijsfabriekje. Mm-hmm. Toen was, wat een ijsfabriek is dat nou? Mm-hmm. En die maakte, en had een stuk of 7 wagentjes overal. Yeah. En als we iemand een klein beetje kon doen, een jaar of 15 op zo'n wagentje, engs van snow. Ja. En dan mochten we niet eerder thuis komen of dat ijs moest opwezen. Ja toch? Ja. Och jee. Ik heb al ze in donker gestoken. Toch wel? Ja. Ze waren vroeger, moest je wat verdienen, hè? Ja, dat moest allemaal alle kleine beetjes helpen, hè? Ik was de oudste van zo'n 7 kinderen. Ja, precies. Ja, dat moet wat. Ik kan me nog heel goed herinneren, dat je bij ons de deur van die ene hoekkast los deed. Mijn moeder had dus zeg maar allemaal potjes, van die glazen potjes. En die had ze allemaal op een rietje zo. En dat was voor het gas en dat was voor, weet ik wat. Maar in ieder geval, daar kwam de gruiten van en dan en weet ik wel. Ja. Maar ik bedoel, die had overal putjes alles, voor, alles dat het allemaal keurig was en alles betaald was. Ja. En dan heb je heel erg met kreeg. Ja, dat is al best. Hè? Ja. En ik weet nog goed, dat is een keer bij Huls, ik ken nog die naam van die supermarkt. Ja. En, hè, want een supermarkt, dat was sowieso identitair uniek. Ja. Ja, nou, dat zou je nu om lachen. Ja. Hè? Maar, en toen kwam ik gelukkig 5 cent of zo tekort. Ja. En, maar ik vertelde dat aan mijn moeder. Maar, ik kreeg die 5 cent, maar ik moest wel weer helemaal terug. Ja. Weer terug om die 5 cent te doen. En dus zegt die mevrouw van die winkel, die zegt, ah, maar dat had je toch niet hoeven te brengen. Dat had de andere keer toch wel gekund. Hè? En ik ging naar Hoes en vertelde ik dat. Nee, zegt mijn moeder, betaald is betaald. Want vandaag of van de week kom ik 5 cent tekort. Maar volgende week dan heb ik een dubbelke tekort. Ja, dat is ook dus zo werd dat allemaal onderrekend. Ja. Dan moest je niet denken, zeg ik, van door al die putjes die mijn moeder had, was ook niemand die er geld verkreeg. Van ons kreeg. Nee. He, want dat zat allemaal, hoe klein beetje dat ook was. Ja. Erin.
Omdat het zuinig moest zijn. Ja, precies. Er was niks, mijn vader was al invalide. Ja, precies. En dus die, mijn moeder die kreeg invalide geld. En dat kan ik me herinneren dat het iets was van 14 gulden in een week of zo. Ja, en hij had acht en dan moest ze alles vandoor. Zo. Dus vandoor dat wij dus ook, terwijl we wat goed konden leren, niet verder mogen leren. Nee. Omdat we allemaal hebben werk met mijn huis. Ja, precies. Ja, ik was 14 en dan ging ik naar de confectie om te werken. Ja, en maar tjoeken. Ja, 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 ja. Ja. En werd er wel een speelgoed gekocht aan bij jullie of ook niet? Weinig. Ja. Weinig. Nee. Daar kan ik niet eerder daar niet veel van hebben. Nee. Ja, en dat is net zoals met een puzzel. Ja, als je ze twee keer hebt gedaan, dan is dat spelletje ook niet meer zo leuk natuurlijk. Nee, dat is niet zo leuk. Nee, precies. Dus dat... En moest je ook wel eens samen doen met de zussen, met met speelgoed? Daar kan ik, weet ik niet zoveel van, want wie hebt dus acht kennen. Ja. En ik was de jongste. Ja. Ik kwam toen zo per ongeluk dat niemand meer die boom mee waren. Dat was een tweeling, meneer. Die waren 4 jaar ouder dan ik. Dus ja, ja. Toen mijn moeder al lang dat ze in de overgang was. Ja. Ja, echt. Dat is echt zo, ja. Ja. In de overgang was, kwam deze deur niet in de gang. Ja. Ankie. Ja. En het is nog half wat geworden. Het is allemaal goed. Ja. Het is allemaal wat geworden. Het was nog iets aan deur, maar oké. Okay. Ja. Een pijl en boog, wie heeft dat van jullie wel eens gehad? Ik niet. Ja. Ik hoor. Ja. Wat meer dan iets. Ja? Echt iets voor jongen. Maak je dat zelf of kocht je het? Nee, dat moet je zelf maken. Zo, was er geen geld voor koop. Nee, maar hoe deed dat dan? Nou ja, een stok die kon een buurt in buur die en een paar touw eraan. Ja. En dan had je al een boog. Ja. En de pijl? Die pijl, nou ja, die zorgen we zelf in het riet. Ja, in het riet. Ja. Hij moest toch ook wel een beetje scherp zijn, of niet? Ja, nee, ook dan niet. Dat je uit mijn voet kon schieten. Dat vind je iemand niet beschieten. Nee. Of een kattenpil maak ik ook. Ja. Kattenpil ook. Met zo'n stokje, met zo'n veertje. Zo'n varkachtig. En dan elastiek aan en dan met steentjes. Ja, met steentjes. Ja, natuurlijk. Ja. Dan moest je maar steen de roep naar gooien. Dat doe ik ook. Ja. Ja, maar ik bedoel, en als dat kapot ging dan? Ja, hij pech had. Ja. Ik weet nog best bij ons, met die oude kerk die op mijn plek, op de kerkstraat stond. Al die ruten, die had niet teruggeschoten. O jee, ja. Met de kattenpil. Ja. En gebruikte, want ik heb ook eens gehoord, daar gebruikten ze vaak dat elastiek voor waar je ooit die wekkeringen van had. Ja, juist. Dat was goed stevig elastiek. Ja, dat was stevig materiaal. Ja. Ik kan me voorstellen dat je moeder dat niet zo leuk vond. Want die nee, dat was ook niet zo. Want er was elke dag een politieagent bij ons aan de deur. En ik heb er een van die jongens van jouw broers in, zei dan tegen mijn moeder. Ja, gehoord. Wat zei mijn moeder? Hij mag niet die kleinste hebben, die groot neem hij wel met me. Wat erg. Ik red me daar wel op het politiebureau. Ja, precies. Godje, ben je wel. Ja. Er waren er ook spelletjes die of jongens of meisjes deden, of speelden jullie vaak door elkaar? Nee. Toen die tijd waren ze van elkaar gescheiden. Ja. Ja. Dus jongens speelden met jongens en meisjes met meisjes. Ik bedoel, jij toch echt op de lagere school? Op de lagere school was toch echt ook gescheiden klassen? Ja, meisjesschool. En dat niet gaat, dan ga je in ieder geval een rij meisjes, een rij jongens. Maar de jongens en die meisjes zaten niet door elkaar. Ja, niet door elkaar. Maar je deelde aan zo'n partner. Als je deelde uitkwam aan de rechterkant de jongensschool en de linkerkant de meisjesschool. Ja. Aan de gewone hoofdweg. Precies. En daar speelde je ook niet met elkaar. Heel weinig, ja. Ja, als je elkaar niet treft en niet ontmoet, dan ken je elkaar niet. En als we er kwamen op die meisjesschool, dan zat die nonnen achter ons aan. Dan moesten we weer weg. Met die zwarte kappen op. Ze waren veel te bang dat er iets van, weet ik wat, dat er iets klopt. Ja, precies. Maar dat gebeurde natuurlijk toen nog, maar... Want ik weet nog, dat wist ik helemaal niet, aan zijn ze te, die moest trouwen. Ja. Ik denk, nou, je moet toch niet trouwen, nee, dat niet wilt. Nee. Ja. En dat werd verder niet uitgelegd. Nee, er werd niks uitgelegd. Het woord van vrom gewoon, dat bestond toen nog niet. Nee. Of schijn ook niet. Nee. Die woorden die bestonden toen nog niet. Nee, klopt. Hij dacht, scheiden was toch een doen. Moet je over schaam. Wat daar gebeurde. Ja. Ja, nou in Verboesmiddel en al die dingen, die waren er ook niet. Nee, die waren er ook niet. Ja. En die waren dus toen ging er waar, bij bepaalde drogisten of zo. Ja. Maar kijk, toch kwam wie daar niet aan. En tussen bepaalde dingen zijn ze een kapotje.
Ja, precies. Maar ik bedoel... In het begin dan schaam je hem als een register toch al. Dat denk ik ook. Want ja, dat ging niet. Door, nee, nee. Dat soort dingen. Maar het gebeurt natuurlijk wel. Ja, precies. Ja. Ik zie hier nog staan rolschaarsen. Wie van u heeft al een rolschaarsen gehad? Ja, heb ik gehad. Ja. Toen het iets beter werd, met Jorg had nog de oorlog. Ja. Ja, ja, en die konden kopen. Dan kreeg ze ook dingen. Ja. En kon je daar goed op staan? Toen echt klein waren, ja, was er geen geld voor. Nee. Maar je kon het goed? Ja, ik moet eerst leren, maar natuurlijk, hoe vragen ze ambun, hoe beter ze kunnen. Ja. Maar ja, vroeg hij dat ook heel veel. Nee, vroeg hij natuurlijk heel veel klinkerstraat. Dan kon je toch niet goed rolschaatsen, nou wel. Oh, wat kan hem nog niet? Tuurlijk, jij in vandaag al bonnen. Al die straat hebben we al heen en weer. Ja. En dan kon ze mijn auto ook nog over. Dus. En we konden er ook met de rolschaatsen over. Dus dan nemen we een keer. Ja, met rolschaatsen kon je er ook wel op. En in de winter zag je, ik kon niet toe de warmte van die mooie sleeën die waren er wel in. Ja. Maar dat was toch geen geld voor. Nee. Maar kreeg je een oude kist en er zat een stuk nieuws eronder maakt. En dat was een slee. En dan maken ze zelf een slee. Ja. Ja. Ja, zeker. Maar dat was toch geen geld voor een luxe slee. Nee, maar dat was ook wel een beetje creatief natuurlijk. Ja. Ja. Nou, ik heb helemaal heel veel gehad van het spelen, hè? Ja, weet niet. Ja. Ja, vind ik wel, toch? Hartstikke bedankt jullie. Ja. En we zijn weer heel wat wijzer geworden over het spelen van ook nog vroeger. Stroopsteken maken, dat deden we dan ook. Vertel, stroop? Stroopsteken. Ja. Dat was dus gewoon in een pannetje met suiker. Dat je zorgde dat het heel dun werd, met een laag pitje. Ja. En dan op het aanrechnen, er werd dan boter. Stroopsoldaatjes. Oh, dat weet ik niet hoe ze het waren. Wie zijn stroopsteen? Ja. En dan op de aanrecht, weet je, boter erop. Ja. En dan dat hele spul erop en dan af laten koelen. En dan had je zo'n heel grote plak en die kon je dus brokkelen. Oh ja. En dat waren frans stroopsteen. Dus hele lekkere snoepjes. Dat was al de vuurgang van die stroopwafels die ik op kon. Ja. Nou, stroopsteen. Stroopsteentjes. Wat grappig. Ja. Ja, wat leuk. En dat deden we bij ons in Oester nou. Ja. Ja. Dan houdt tenminste af en toe nog iets van dat spul. Ja, dat is wel lekker natuurlijk. Ja, maar toen vonden we alles lekker. Ja, dat is ook zo. Vandaag heb je kindersnoep. Dan zei je, mama, dat heb je. Ja, vond ze goed. Maar we hadden eetbaar papier. Dat was dat onder een koek. Ik weet niet wat dat was. Dat kost een halve... Owel! Hé? Owel! Zo'n ronde koek. En die was zo dik. Ja, en door zat... En dan ging je naar de bakkerij, dan kreeg je een halve cent, dan kreeg je zo'n velletje. Dat was zo goed als eetbaar papier. Ja. Eetbaar papier. Eetbaar papier. Dat zit nou ook nog onder die kogels, macaron. Ja. Oh, dat kan wel. Maar daar heeft niemand volgens mij meer op, ja, die wat eronder zit. Nee. Maar wie had er gewoon op? Ja. Ik ben er in feite ook nooit ziek van, weet je. Ach nee, dat is met wij gewend bent natuurlijk. Nee. Ja. Ik denk dat heel veel dingen, ja, ik weet dat bij ons in ons huis waren een barber in de tuin. Ja. En ja, ik vond niks lekkerder dan zo'n rauwe, zure rabarber. Ja, precies. Hè? Zo'n stengel de roet en dan afwassen en dan had ik dat gewoon al met kellen al op. Bah. Ja. Ja. Maar ik denk dat niet eens zo gezond was, want ik ben er nooit ziek van geweest. Nee, dat kon ik was trouwens wel rood door, maar ik ben nooit ziek. Nee, precies. Ja, nog niet. Nee. Heel dus hartelijk dank jullie. Ja. Ik vond het heel erg leuk om over die spelletjes van vroeger te praten.